Wij fiets naar. Op dinsdag 19 juli reed er een wel heel bijzonder peloton wielrenners door Bokstel voor de speciale Tour de Hans. Na 39 jaar nam meester Hans Kusters afscheid van het onderwijs. En aangezien Hans een fervent wielrenner is, reed hij in de gele trui naar zijn Petrusschool, waar leerlingen, ouders en leerkrachten vol spanning stonden te wachten of hun meester Hans als eerste over de finish zou komen. Namens het team. En dan op de fiets wil ik jou graag in het peloton verwelkomen. Oh, dat is prima. Dat doen we. Ik kom achterop, is dat goed? Ja, dat is ik goed. Moet afsluiten. Dat zou allemaal doen. Zou ze me bij kunnen houden? Ja, ik zeg al, zijn jullie getraind, want... Trainers. Ja, dus kleed af hoor. Waarom zijn ze hier, Hans? Ja, ik zou het begon niet weten. Misschien dat ik op tijd op school moet komen of zo, dat ik te laat ben. Nee joh, het is mijn laatste dag. Laatste week. Ja, de laatste week. Ja. Zo, wat staat er een lekker fietsje? Ja. Hier. Ja. Zeg mijn fiets pakken. Ja, dat is goed. Had hij meegezegd, dan had ik hem meteen gepakt. Speciaal vandaag dat er zelfs televisie bij is. We wachten nog even op groep 3. Begrijp ik? Kijk, die gaan daar voor de papa's en mama's staan, dus de papa's en mama's moeten echt nog een beetje naar achteren. Anders passen we hier niet allemaal. Want anders rijdt meneer Hans dadelijk over je tenen. Want we zijn vandaag bij elkaar omdat hier de Tour de Hans gereden wordt. En ik denk dat het peloton al onderweg is. Dat weet ik trouwens wel zeker. Want het peloton is vertrokken vanaf de Beukens in Bokstel. Dus meneer Hans heeft er dadelijk al wat kilometers op zitten. Juf Neeltje, zet even in. Het liedje van meneer Hans. Daar gaan we, let op. 1, 2, 3. We gaan naar links. Hij fietst naar rechts. Hij is te stoppen als hij op zijn reet. Zo. Hij fietst naar links. Hij is beneden stoppen als hij op zijn reetje zit. Blijven zingen jongens, want ik denk dat hij eraan komt. Hij is niet meer te stoppen als hij op zijn reetje zit. Fiets naar links. Hij fietst naar rechts. Hij fietst heel op Bokstel door. Hij is knots net en gek. Heel goed. Woe. Zo doen we het dadelijk, jongens. Zo
kampioen. En hebben jullie de kampioenschaal in je hand? Nee. Laat hem even zien. Dan hopen we wel dat hij kampioen wordt dadelijk. Want hij moet natuurlijk wel als eerste over de finish. En dan wint hij pas de Tour de Hans. Gaat het nog, Hans? Laat je eens even zien, stop je dus niet. Maar 1 kilometer, hè? Maar 1 kilometer en ik heb ze redelijk onder controle als ik op de man. Je zit kapot. Maar ze hebben het gehad. Maar na morgen ben je geen kopman meer, hè? De zij is er ook, hè? Hoe is het met je beentjes? Houd niet op. Houd niet op. Ga even de andere mannen. Dankjewel. Je bent voor heel de dag klaar nou. Ik heb het helemaal gehad. Ze lieten me steeds op kop fietsen. Ja. Vol in de wind. Trokken al mijn shirtje. Het was een heel gevecht om hier te komen. Dus je moest de wind uit de zeilen halen? Ja, maar ik heb ze de verkeerde kant op gestuurd. Kon ik nog net hier het eerste de burger erop. Ja, nou, ik denk dat die wielrenners wel even... Die hebben natuurlijk ook een zware rit achter de rug. Applausje even, ja. Ze hebben de best gedaan. Dan zullen we eens even de huldiging mee gaan maken. Want dit moment moet natuurlijk wel vastgelegd worden, meneer Hans. De eerste keer dat ik gewonnen heb. En dan ook nog een mooie gele trui. Ja, die heb ik gebietst onderweg. Kom, wij gaan vast die kant. Want nou hebben we dus net gezien... Kijk, die wielrenners hebben enorm hun best gedaan. En meneer Hans heeft echt een strijd gestreden, heb ik net gehoord. Dus hij moet er vandaag een beetje van bijkomen, maar ja... Hij heeft de komende jaren om bij te komen. Dus het mag ook wel een beetje fanatiek zijn vandaag, meneer Hans. Hè? Maar, de huldiging. Ik denk dat we allemaal even een trommelgeluidje moeten maken. En vandaag, met stipt gewonnen, de Tour de Hans, meneer Hans. Laat die kampioenschalen zien, jongens. Laat ze zien. Ja, en nou is het moment dat de dames natuurlijk, de Tour de Hans dames, even de bloemen overhandigen. Dankjewel, dames. Blijf er maar even staan, maar dat doen de Tour de Hans meisjes ook. Oh ja, even fotomomentje. Ja. En... Lachen. Klik. Woe! Ja, heel goed, dames. Dan mag ik nog even. Want, meneer Hans. Juffrouw Debbie. Hoe voelt dit nou allemaal? Geweldig. Ik had veel verwacht, maar niet dit. Maar meneer Hans wist van niks. Hij heeft mij gisteravond nog gebeld. Heb je het allemaal wel geregeld? Zeg, wat geregeld? Toen werd hij een beetje zenuwachtig. Want wie regelt het altijd allemaal? Meneer Hans! En nou moest hij in één keer loslaten. En dat was een beetje lastig. Kijk, daar gaan ze. Daar gaan de renners. Joe! Oh nee, alleen het busje. Maar nou hoorde ik dat je ook nog fans hebt. Ja, fans die mij iedere maand ondersteunen. Achter op mijn rug. Hey.
Want zonder je supporters ben je natuurlijk nergens. Nee, zonder supporters ben je niks. Ben je maar een eenling. Maar meneer Hans, nou hebben wij de Tour de Hans gevierd. Wat gaan we nou verder nog doen? Nou, het leek me wel leuk om op deze dag actief bezig te zijn met muziek en met dans. En dat we onszelf ook nog een keertje laten verrassen. En wat dat is, dat weet ik zelf ook niet, ben ik vergeten. En misschien dat, vanmiddag, dat weet ik niet, misschien dat ik naar huis ga. Nou, dat denk ik niet, meneer Hans. Je hebt meestal op dinsdagmiddag je, laten we het netjes zeggen, je BAPO-dag. Maar die gaat vanmiddag niet door. Niet? Nee, nee. En we hebben gezorgd dat Annemarie, waar is ze gebleven? Die is er ook bij vandaag. Was ook nog even een stressmomentje gisteren. Dat je dacht dat ze niet opkwam dagen, maar ze is er gewoon heel de dag bij. Dus, jongens, meisjes. Ja, doen we dadelijk voordat we naar binnen gaan. Meneer Hans zegt dat we dadelijk een dag hebben met muziek, dans en een verrassing. Nou, de zonnebril op, Hans. Zonnebril nog op. Blits, ja, ja. En jij moet naar binnen toe. Ik moet naar binnen toe. Yes. Net het plein hier helemaal vol. En nu ben je helemaal alleen nog. Ja, maar je gaat naar het feest Gedruis. Vertel, hoe voelt het nou om zo de laatste dag, de laatste loop naar de deur te doen? Ja, dat voelt eigenlijk best goed. Het voelt voor mij nog steeds niet als laatste. Hè? Ik denk dat dat pas komt in september of in oktober. Ja. Het is nog steeds alsof ik elke dag hier naartoe ga. En dus ga je nog wel af en toe hier komen? Ik denk het niet. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de nieuwe directeur gewoon de ruimte krijgt om hier een nieuw team verder op te bouwen. En wie is de nieuwe directeur? Ilse Lamers. Oké, dank. Ik heb er kennis mee gemaakt, ik heb er alle vertrouwen in. Ja, maar dan is het voor jou afgelopen. En wat is dan het vervolg? Nou, ik denk dat ik eerst eens een beetje bij ga komen. En daarna zal ik, hoe heet dat, klusjes gaan doen. Sportief zal ik bezig zijn als mensen vragen om af en toe wat dingen binnen het onderwijs in te richten of op te starten, wil ik dat best doen. Ja. Dus ik vind dat gewoon leuk. Hans, de laatste dag. Er is veel georganiseerd voor je, denk ik zo te horen. Ik wens je heel veel succes vandaag en heel veel plezier. Dat zal ik zeker hebben. Ja. Het is nu al een verrassing, een dag kan niet meer stuk. Ja. Daarom. Ja,
Doe maar eens even zo. En doe maar eens even zo. Applaus voor jezelf.